Over een paar dagen gaat chapter 3 al van start. En natuurlijk gaat er een nieuwe map komen bij deze nieuwe chapter. En daar gaan we het over hebben in deze video. Maar voordat we gaan beginnen wil ik eerst even een shout-out doen naar iedereen die geabonneerd is, een like heeft gedropt op deze video en ons Sport Creator Code te veel gevraagd heeft ingevuld in de Fortnite Item Shop. Ja, we gaan het dus hebben over concepten van mappen die gemaakt zijn door verschillende mensen voor dus het map van chapter 3. En we gaan ze een beetje beoordelen en kijken wat de gedachte erachter is. Maar eerst nog één ding. Zet even in je agenda dat ik zaterdag rond 8 à 9 uur live ben op YouTube, want we gaan natuurlijk live kijken naar het The End Event van chapter 2, want het wordt een groot event en daarna gaan we downtime in en dan begint chapter 3. Dus zet het eventjes in je agenda, aankomende zaterdag zet maar gewoon 8 uur in je agenda en dan zal ik ongeveer rond die tijd live zijn. Oké, laten we nu dan gewoon meteen beginnen met de eerste en dat is deze. Jullie zien hier een hele mooie grote map die iemand heeft gemaakt. Ik weet even niet wie, maar shout-out naar de maker. Want je ziet hier echt een compleet nieuwe map met een hele nieuwe layout. Het is heel anders. Je ziet hier een groot meer in het midden. En het is ja best wel leuk. Je ziet hier, we gaan een klein beetje in detail. Bijvoorbeeld Pleasant Park. Natuurlijk gaan we oude dingen terugkrijgen. En Tilted Towers. Oh, Tilted Towers. Ik wil Tilted Towers zo graag terug hebben in de chapter 3 map. En de kans zit er natuurlijk best wel in. Dan hebben we hier Coconut Cove. Geen idee. Of hebben we hier beneden nog zo'n, hoe heette dat toen ook weer? Die locatie in chapter 1. Ik weet het niet. Maar het is wel leuk, want je hebt hier allerlei biomes. En dan hier bovenin hebben we Tinsel Town. Er is allemaal sneeuw en zo. Slippery Slopes, die kennen we natuurlijk ook nog. En ja, ik zou deze layout wel vet vinden. Ik vind hem, oh, Lucky Lofts. En dan hebben we, oh ja, ja, heel graag. Ik wil zo graag Lucky Landing terug hebben, want dat was echt mijn favoriete plek om naartoe te gaan. Oké, nou, laten we dan doorgaan naar de volgende, want ik heb 6 verschillende concepten. Dit is de volgende. En deze is een van de minst mooie designs, maar ik vond het toch wel even leuk om hier naartoe te gaan. Bijvoorbeeld Farty Farts, heel erg goed. Beachy Beach, heel erg nice. Ja, dit is natuurlijk meer een trollmap. Ik vond het gewoon leuk om even te kijken. Lard Lake, Catty Corner. Nou, die is vrij standaard. En dit is eigenlijk gewoon een beetje de oude map. Want ik wil toch even zeggen, het kan namelijk zo zijn dat we niet per se een hele nieuwe map gaan krijgen. Het zou ook zomaar kunnen zijn dat we gewoon een geüpdate versie van chapter 2 krijgen. Niks staat vast in Fortnite. Dus daarom hebben we ook dit soort concepten. Laten we doorgaan naar de derde en dat is deze. Ja, deze ziet er ook niet een mooi gedesigned uit, maar het is wel een compleet nieuwe map. Je ziet hier Tilted Towers. Altijd een duimpje omhoog als je Tilted Towers in je concept doet. Iedereen wil die terug hebben. Dan hebben we hier Dusty Dunes. Dus dat zijn een soort duinen of zo. Vind ik op zich wel grappig. Het is wel een hele kleine map trouwens. Het zou op zich ook wel grappig zijn als we wat kleinere map krijgen in Fortnite. Want dan wordt de actie ook wat compacter. Dat is op zich wel grappig. Maar verder hebben we hier nog Nice Neighborhood. En Risky Reels. Oh, zeker weten. Verder om terug te hebben. Slimy Swamp. Dat doet me een beetje denken aan die swamp die we hadden in chapter 1. Die was ook heel erg nice. Zat ook links onderin. Whining Woods. Dat blijkt een beetje Wailing Woods. En dan in het midden natuurlijk gewoon water en naar een eilandje. Ja, dat is sowieso nice, want daar kunnen natuurlijk heel veel events plaatsvinden. Dus ook dit is wel een prima concept. Laten we doorgaan naar de volgende. En de volgende is deze. En dit is eentje die we al eerder hebben gezien, namelijk Artemis. Mensen denken dat dit niet zomaar een concept is, maar misschien zelfs wel een sketch van de daadwerkelijk nieuwe map. Hij was zo goed en ik wilde er toch nog eventjes kort doorheen, want hij is geüpdate. Er zijn wat dingetjes toegevoegd. Zoals je hier kan zien, de East Ocean Runes. Op zich wel heel erg vet. Dat we iets van een beetje onder water hebben. Misschien dat we ook een onderwater combat gaan krijgen in dit seizoen. Dat zou zomaar kunnen zijn. Glossy Glacier. Ook heel vet. Gewoon een ijseiland. Hierboven hebben we nog iets van een colosseum of zo. Ik heb geen idee. Wat hebben we hier linksboven? Mountain Mountains. En dan met een vulkaan. Ook heel erg vet. En dan hebben we hier nog de West Ocean Runes. Dat is een beetje hetzelfde als wat we daar bij de East Ocean Runes hadden, maar dan aan de westerkant. Het is wel een hele drukke map, moet ik zeggen. Misschien wel te druk. Dat zou zomaar kunnen zijn, hè? Want als we een nieuwe map krijgen, zal die waarschijnlijk wat meer clean zijn. Daarnaast Loot Lake, ook wel grappig om terug te krijgen. En Tilted Towers. Wie wil Tilted Towers nou niet terugzien? Ik wil Tilted Towers heel graag terug hebben. Dan hebben we Dusty Desert. Gewoon een desert area. Altijd vet. En hier hebben we nog een Moisy Marsh. Dat is ook altijd leuk om zo'n area te hebben. En dan hebben we hier nog een normale Trusty Turbines. Ik denk als dit de map zou worden, zal dit de rustigste plek worden van allemaal. Oh, we hebben hier ook nog een South Ocean Runes. En dan zullen we in het noorden, nee, in het noorden hebben we het niet. We hebben, oké, we hebben dus geen noordelijke runes. En wat is dit?
Ik heb geen idee, maar dit is ook heel apart. Het is wel heel vet. Jurassic Jungle, dus nog een hele mooie jungle in het midden van de map. En Blooming Blossoms. Ik vind deze map misschien wel de beste. Alhoewel, ik heb er zo meteen nog eentje die ik ook heel vet vind. Maar deze is best wel realistisch. Alleen ik vind hem een beetje aan de drukke kant. Dat is het enige grote nadeel van deze map. Laten we door naar de volgende. En dat is deze. Deze is misschien, lijkt op het eerste opzicht heel raar. Maar kijk alleen eventjes naar hoe de map is opgesteld. Ik vond dat wel nice. Ze hebben geen namen. Ze heeft verder niet heel veel POI's gemaakt. Maar toch wel even leuk om te kijken. Bijvoorbeeld hier. Dit is een soort van whirlpool, denk ik. Dan hebben we hier allemaal connecties naar verschillende soorten eilanden. Met een hele grote berg hier. Ik vind de manier hoe dit gemaakt is op zich wel heel vet. Dit lijkt een soort van vulkaan met dus een heel groot gat in het midden. Ja, ik denk dat dit nog zomaar ook een sketch zou kunnen zijn voor een nieuwe map. Want natuurlijk hebben we heel weinig details. Maar de manier hoe het gemaakt is, is wel heel erg mooi. Ik vind het best wel een hele... best wel strak gemaakt, laat ik het zo zeggen. Ook al zullen sommige van jullie denken van... Nou ja, wat is dit nou weer voor een zooi? Maar je moet alleen kijken naar hoe de map is opgemaakt in qua land. Dat is het enige wat ik even wil laten zien aan deze. Laten we door naar de laatste. En dat is deze. Het is Frostburn gemaakt door Funny Cat en Odyssey. Shout-out naar jullie. En deze ziet er ook heel erg goed uit. Het is een beetje lage kwaliteit, sorry daarvoor. In ieder geval, hier links heb je Manic Mineshafts. Dat is één groot lavagebied. Dat is nog één ding wat we nog niet hebben gezien. Een groot lavagebied. We hebben wel lava eerder gezien in Fortnite. Maar geen lavagebied. Dus dat vind ik wel heel erg dope om zoiets te krijgen. En het is natuurlijk de oude map. Dat is het enige grote nadeel. Dat we dus de oude map hebben. Maar ik vond het wel een hele mooie... Als dan de oude map terugkomt, is dit wel de manier hoe het zou moeten komen. Namelijk een heel groot nieuw gedeelte hier. En dan hier rechts onderin allemaal sneeuw en zo. Ik zou dit wel heel erg... ik zou dat echt heel ziek vinden. Dan in het midden weet ik niet wat dat is. Maar het is een soort van crossover. En voor de rest is er niet heel veel veranderd. Dus het gaat voornamelijk om rechtsonder en linksboven. Dat gaat veranderen. En linksboven moet ook echt veranderen. Als we de oude map terug gaan krijgen... Dan moet linksbovenin Coral Castle moet verdwijnen. Want Coral Castle, daar landt echt helemaal niemand. Het is een hele saaie plek. En daarom zou het zomaar nog eens iets kunnen zijn. Ja, als de oude map terugkomt, zou dit ongeveer wel kunnen worden. Ik zou het wel heel vet vinden. Dames en heren, dit waren alweer alle concepten die ik voor jullie had over de Chapter 3 map. Als jullie de video tof vonden, drop even de like. Abonneer op de Vulgevraagd met een belletje aan. Zet even in je agenda. Zaterdag 8 uur, misschien 9 uur, ben ik live op YouTube. En dan gaan we iets heel vets meemaken, dat weet ik zeker. Kijk op de video, zo meteen in beeld. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. En peace out. Doei!